niks in de hand. Ja. Het is gedrag. Ja. Het museum is weer open. Wat betekent dat voor jullie hier in Almelo? Ja, het is natuurlijk een groot feest. Hè? Maandenlang gesloten. Vorig jaar nog elke maand bijna 1000 bezoekers voor die wat merkwaardige Barbie-tentoonstelling. En nu weer open. Dus het is een feestje, moet ook gevierd worden. Normaal moet je hiervoor betalen, maar de eerste 100 kaartjes die zijn vrij. Kortom, we zijn om 10 uur open gegaan en meteen stonden de eerste voor de deur. Wel even aanmelden en dat moet nog een paar weken. En daarna is iedereen ook weer zonder aanmelden welkom. Dat is heel erg mooi. Maar jullie hebben je naam ook veranderd, hè? De naam is nu Stedelijk Museum geworden. Hebben jullie speciale ideeën en willen jullie wat grootser worden? Jazeker. Wij zijn, dat weten de meesten wel, natuurlijk flink gekort door de gemeente Almelo. Er wordt wel eens gezegd die aculturele stad aan de A. Die heeft voor 1,7 miljoen gekort op de kunsten. Waaronder museum, Kaliber, de bibliotheek en zo. Als wij niet heel snel groeien, dan redden we het niet meer. En dat groeien wil zeggen, wij moeten echt naar 10.000 bezoekers, betalende bezoekers per jaar. We hebben hier maar 190 vierkante meter, dus we moeten meer expositieruimte hebben. We moeten spannender tentoonstellingen hebben en die komen eraan. En dan gaan we groeien. En daar hoort ook een andere naam bij, Stedelijk Museum Almelo. Dat herbergt in zich natuurlijk de geschiedenis van Almelo en omstreken, maar ook andere dingen die verwant zijn met textiel, met ons DNA. Of misschien ook wel, er zijn hier grote ruiterdagen elk jaar. Daar denken we aan om volgend jaar iets groots mee te doen. Dan komen hier paarden in de binnenplaats. Dan wordt het dus echt heel groot. Precies. En hebben jullie ook plannen om naar een andere locatie om te kijken? De locatie is natuurlijk heel mooi. Het is een rijksmonument. Is ons ook best dierbaar. Maar met 190 vierkante meter kun je eigenlijk geen kant uit. Er zijn plannen. We spreken met het college van burgemeester en wethouder erover. Volgende week is er een vergadering om andere mogelijkheden te bekijken. Daar gaat allemaal over heel veel geld. Dat is er ook wel. Er is heel veel geld, vooral incidenteel geld in Almelo. Niet zoveel structureel, hè, dus begrotingstechnisch is het best moeilijk. Maar het klotst ook wel een beetje tegen de plinten op van alles wat niet is uitgegeven in 2020 vanwege de beperkingen. Er zijn heel veel annuleringen geweest. We denken dat we op enige termijn meer ruimte kunnen krijgen. De gemeente helpt ons daar goed bij, moet ik zeggen. Wij maken wel eens ruzie als we gekort worden. Maar er moet ook gezegd worden dat de burgemeester en de wethouder van Rees, en belangrijk natuurlijk wethouder Logius van het Geld, dat die gaan ons wel helpen. Die gaan ons natuurlijk ook helpen om de fondsen die het Rijk heeft gegeven om de culturele sector te compenseren, om natuurlijk ook aan ons uit te keren. Daar vragen we ook nadrukkelijk over. Dus dat museum dat ziet wel een hele goede toekomst tegemoet. Ja, we hebben een hele spannende en voortvarende directeur met een enorm indrukwekkend verleden. Die heeft van niets een museum van 80.000 bezoekers per jaar gemaakt. Kijk, dan praten we ergens over. Maar goed, dat was Amsterdam. Maar Almelo hoeft daar niet zoveel voor onder te doen. We beginnen met 10.000 bezoekers per jaar. En Sigrid Ivo, die maakt tentoonstellingen. Want daar heeft het bestuur geen verstand van. Wij zorgen voor de faciliteiten, voor het geld, voor alle regelingen. En zij is dus de culturele inbreng. Met nog nu een junior conservator hebben we aangenomen. Part-time, voor een bepaalde beperkte tijd. Dirk Westerveld, die gaat ook de eerstvolgende tentoonstelling opzetten. Dat gaat over sneakers, sneaky shoes. Ik draag ze niet, maar zelfs de koningin die draagt ze.